Deze stadswandeling beginnen we op de hoek Hoogstraat-Kerkstraat, waar we meteen een pand, thans winkel, tegenkomen met een bezienswaardige gevel, de Lindeworm. In de Koevoetstraat vinden we de voormalige synagoge. Bezienswaardig hier is de badinrichting in de kelder, vroeger bedoeld voor de rituele reinigingsplechtigheden voor vrouwen. Niet in de officiële VVV-stadswandeling opgenomen, maar zeker de moeite van het doorwandelen waard, de Rozemarijnstraat. Het Anton van Duinkerkenpark is in 1887 als volkspark aangelegd. Daarbij werd de Contregarde Koehoorn omgezet in het eilandje. De Contregarde was bedoeld om de sluiswerken die de waterstand in de vestinggrachten moesten regelen, te beschermen. In verband met het 700-jarig bestaan van Bergen op Zoom in 1987 is een kunstroute verwezenlijkt in onze stad. Deze pagode vormt daar een onderdeel van. Iedere ring in het kunstwerk stelt een eeuw voor. Ook het 4,5 meter hoge observatorium is opgenomen in de kunstroute. Een halfronde koepel geplaatst op vier met koperfolie beklede zuilen. En dan steken we over naar het ravelijn op den Zoom, zoals het officieel heet. Dit restant van de vestingwerk is gelegen op een eiland en omgeven door een brede gracht. In de muren bevinden zich kijk- en schietspleten, kanonkelders en magazijnen. De Dubbelstraat was in de 17e en 18e eeuw het centrum van de handel, industrie en nijverheid. Hier kon men vroeger de pottenbakkers, schippers en zoutzieters vinden. Het Steigerken of het Steleken werd het vroeger genoemd. Waarschijnlijk omdat het zo omhoog loopt. Het Groot Arsenaal en het Klein Arsenaal waren vroeger kazernes en dienen nu als opslagplaats voor het ministerie van Defensie. Dit is ook Bergen op Zoom en wel de oude vissershaven. Overigens is deze ook niet opgenomen in de VVV-wandeling. Tot aan het einde van de 17e eeuw stonden aan deze kant keten waarin zout werd bereid. Nu staat hier aan de zuidzijde haven onder andere het Wit Leliken. En dan komen we bij het Spuihuisje. Dit vormt de afscheiding tussen de open en de gedempte haven. Even slingeren van noord naar zuid over die gedempte haven levert dit beeld op. De Bruine Hond. In vroeger eeuwen waren het twee panden. Echter in de 19e eeuw werd het van één gevel voorzien. En wat denkt u van al deze namen? De namen en panden zijn er nog mede dankzij de Stichting Stadsherstel. Deze stichting koopt en restaureert monumentale panden in Bergen op Zoom, die dan te herkennen zijn aan de bronzen herdenkingsplaketten aan de gevel. Het spuihuis, oftewel sluisgebouw, was tevens woning van de sluiswachter. Hier werd het water van de Grebbe op de oude haven geloosd.
De Gevangenpoort, die vroeger de Lieve Vrouwenpoort heette, is een middeleeuwse stadspoort. Oorspronkelijk was er nog een voorpoort met een stenen brug over de stadsgracht. Nadat in de 15e eeuw ook de haven in de stadsommuring werd opgenomen, kwam de poort als het ware midden in de stad te staan. Het gebouw werd toen gevangenis en bleef dat tot 1932. We zijn nu in de Lieve Vrouwenstraat. Engelse kooplieden hadden tijdens de jaarmarkten in de 15e eeuw hier hun toonplaatsen. Namen als het Huis Londen en iets verderop het Wapen van Engeland houden hiermee verband. Het Markiezenhof is het voormalig woonpaleis van de markiezen van de heerlijkheid van stad en land van Bergen-op-Zoom. Dit paleis is onder andere gebouwd door de architect Antonis Keldermans. De gebouwen zijn ruim gegroepeerd rondom twee binnenplaatsen, een achterplaats en twee tuinen. In het einde van de 18e eeuw was het in gebruik als militair hospitaal van het Franse leger, daarna als militaire kazerne. De achtertuin is ingericht als beeldentuin en vrij te bezichtigen. Het Markiezenhof is zonder twijfel het belangrijkste monument van Bergen-op-Zoom. En het neemt een uitzonderlijke plaats in onder de Nederlandse monumenten.